Ik geef nu graag Lotte Jens het woord. Dankjewel, Raaien, voor deze introductie. Van harte welkom allemaal, kijkers thuis, sprekers hier aanwezig. En ook welkom aan Beatrice de Graaf, die vanuit haar huiskamer straks zal spreken. De vraag is, wat heeft Napoleon ons nagelaten? En ik toon u meteen een fysiek object dat ik heb meegebracht. Ik hoop dat de kijkers thuis het goed kunnen zien, wat ik hier in mijn handen houd. Ik geef u 2 tellen om na te denken over wat dit zou kunnen zijn, bij wijze van quiz. Het zijn kogels gevonden op het slagveld van Waterloo. Ze wegen wel wat, behoorlijk zwaar. We weten niet of ze door een Franse soldaat zijn afgeschoten of door een van de geallieerde soldaten. Maar dit is zo'n fysiek spoor van Napoleon dat we vandaag de dag nog tastbaar in onze handen kunnen hebben. De grote vraag is, hoe ver reikte die arm van Napoleon? Wat merken we vandaag de dag nog van hem? En we hebben dit symposium ingericht om die vraag te behandelen, te kijken naar fysieke en geestelijke sporen van zijn nalatenschap. En in voorbereiding op dit mini-symposium heb ik een kleine, niet heel wetenschappelijke enquête uitgezet op Twitter, waarbij ik de mensen de vraag stelde, zien we de invloed van Napoleon vooral als iets positiefs of als iets negatiefs? En ik deed dat naar aanleiding van een Engelse enquête met dezelfde vraag, was Napoleon positief of negatief uiteindelijk voor ons land? En de Engelsen waren heel duidelijk, 2/3 zei negatief. En slechts 1/3 vond dat Napoleon ook iets goeds had gebracht aan de Engelsen. Dus ik was benieuwd, wat zullen de Nederlanders nu zeggen? En de uitslag van die enquête was heel verrassend. Nogmaals, niet heel wetenschappelijk, maar er hebben veel mensen op gereageerd. 75,4% oordeelde positief. En slechts 24,6% negatief. Omgekeerd aan de Engelsen dus. En dan vraag je natuurlijk af, hoe komt dat precies? Waarom hebben wij kennelijk toch wel een heel positief beeld van die nalatenschap van Napoleon? Dat heeft misschien wel iets te maken met zijn broer, die zojuist al genoemd werd, Lodewijk Napoleon. Tussen 1806 en 1810 was hij koning van het Koninkrijk Holland en hij probeerde ook een goede vader van het volk te zijn. Hij richtte tal van zaken op die een gunstige uitwerking hadden, zoals de KNW, zojuist al genoemd, de KB, de voorloper van het Rijksmuseum. En hij was ook een echte rampenkoning, dus als er iets misging in het land, toonde hij zijn betrokkenheid bij de noodlijdende. Dat is dus een gelaagde nalatenschap waar we mee te maken hebben. Niet alleen de bezetter Napoleon, maar ook zijn broer Lodewijk Napoleon, die ook positieve elementen heeft gebracht. En met die balans moeten we rekening houden als we proberen na te gaan of die nalatenschap uiteindelijk positief of negatief heeft uitgewerkt. Mijn vermoeden is dat dat in ieder geval voor een deel de uitslag van de enquête ook verklaart. Tegelijkertijd is lang niet iedereen positief te spreken over Lodewijk Napoleon. Al googelende op het grote wereldwijde web trof ik een klein berichtje over een stichting Napoleon in Voorthuizen, die heel graag een standbeeld voor Lodewijk Napoleon wilde oprichten, maar op zoveel verzet van de inwoners hebben gestuurd, vooral van oranjegezinde inwoners van Voorthuizen, dat ze daarvan af moeten zien. Dus er komt toch geen standbeeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen en dat had nou juist de grote toeristische trekpleister daar moeten worden. De ironie is natuurlijk dat ze lijken te vergeten dat Napoleon ook de geesten rijp heeft gemaakt voor de monarchie. En dus ook voor al dat oranjegezinde gevoel dat daar nu welig tiert en dat de komst van dat standbeeld onmogelijk heeft gemaakt. Nou, dat zijn zo wat gedachten vooraf voordat we dit webinar beginnen. De centrale vraag is dus, hoe ver reikt die arm van Napoleon? In hoeverre kunnen we hem zien als de vader van het moderne Nederland? Er gaan zo 3 sprekers achtereenvolgens iets vertellen ook over hun bijdrage en hun onderzoek over Napoleon. Dat zijn achtereenvolgens Rick Honings, Bart Verheijen en Beatrice de Graaf vanuit de huiskamer. En dan zal ik het symbolische eerste exemplaar overhandigen aan Philip Freriks, hier aanwezig. En dat is dan het 300.001ste boek of eerste boek over Napoleon. Want zoveel boeken zijn er al over Napoleon geschreven. Maar toch moest er nog een boek bij.
En we hopen u duidelijk te maken waarom dat zo noodzakelijk was. Ik introduceer graag de eerste spreker bij u. Dat is Rick Honings. Hij is Scaliger hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de 19e en 20e eeuwse Nederlandse letterkunde. Hij heeft al veel boeken gepubliceerd, waaronder een schitterende biografie samen met Peter van Zonneveld over Willem Bilderdijk. En ook De Dichter als Idool, waarin hij de fancultuur in het 19e eeuwse Nederland beschrijft. Recent heeft hij ook nog als co-auteur de literatuurgeschiedenis Romantici en Revolutionaire gepubliceerd. En vandaag gaat hij ons iets vertellen over de 19e eeuwse Nederlandse beeldvorming over Napoleon Bonaparte. Dank voor je introductie, Lotte. In december 1818 verliet dominee Sietse Roorda van Eisinga samen met zijn vrouw en zijn drie dochters Nederland om naar Indië te reizen. Hij was toen 45 jaar oud en hij diende, naar eigen zeggen, al 24 jaar de kerk van Christus. Hij was predikant geweest op het laatst in Westzaan. En het afscheid van Nederland viel hem zwaar. In zijn dagboek schreef hij: "Wonderlijk zijn wij gesterkt. Zonder Gods bijstand waren wij bezweken." Met het schip de Henriette Elisabeth vertrokken ze op 23 december, 2 dagen voor kerst, vanaf Texel naar Indië. De dominee reisde met aan boord 50 soldaten en 3 officieren. En hij had een verheven positie aan boord en hij kreeg een redelijk comfortabele kajuit toegewezen. Dankzij zijn dagboek krijgen we een heel goed beeld van hoe die reis eraan toe ging. Doordat er zoveel soldaten aan boord waren, was de reis minder rustig dan hij had gehoopt. De dominee was geschokt door het gebrek aan beschaving dat hij tegenkwam. Die soldaten die gedroegen zich als beesten. Aan tafel werd niet gebeden, maar vielen ze als varkens op het eten aan. En elke avond gaven de zedeloze soldaten zich over aan slempartijen, zodat ze een hels leven maakten, beestachtige liedjes zongen en de godsdienst bespotten. Ze vloekten, ze misbruikten Gods naam en ze verdoemden zelfs de Bijbel, schreef Roorda van Eisinga. Op 17 januari liep het helemaal uit de hand. In een dronken bui riepen een paar soldaten, waarvan één die katholiek was: "Lang leven Napoleon! Napoleon altijd boven! Heil zij de Fransen!" Zoals een goed predikant betaamde, kon Roorda die belediging van het vaderland niet over zijn kant laten gaan. Maar het lukte niet om de deugd niet het zwijgen op te leggen. Hij bleef een uur lang schreeuwen. Ten slotte werd hij overmeesterd, met zeewater gedoopt en gekneveld. En de volgende dag werd hij zwaar getuchtigd. Hij kreeg 100 slagen op zijn achterwerk met een hard stuk touw. En die boosdoeners schreeuwden het uit. Hij werd in het ruim opgesloten totdat ze in Batavia arriveerden. Nou, dat die soldaat zo zwaar gestraft werd, dat had denk ik te maken met het feit dat de haat tegen Napoleon onder Nederlanders heel groot was. Het aanvankelijk positieve beeld dat er van Napoleon in Nederland had bestaan, was in 1813 helemaal verdwenen. Vele auteurs trokken in pamfletten en in poëzie fel van leer. En zo ook Willem Bilderdijk. Hij publiceerde samen met zijn vrouw een dichtbundel, Hollands Verlossing geheten, boordevol anti-Franse verzen. En in een van die gedichten schreef Bilderdijk een gedicht met de titel De Minotaurus. Wat monster tot verderf ontsproten, wat afgod waar Europa voor knielt, die al het in banden houdt gesloten, met enkel hel en vloek bezield. Nou, er verschenen ook tal van spotprenten op Napoleon, zoals De Rot is in de Val, waarop de Franse keizer als een rat in de val is gelokt. En hij is gelokt door een oranje appeltje. De strijd tegen Napoleon laaide hierna nog 1 keer op. Hij werd naar Elba verbannen, maar eind februari 1815 ontsnapte hij en hervatte zijn strijd. En dat leidde tot de al genoemde fameuze slag bij Waterloo, waar hij zijn definitieve ondergang tegemoet ging. En toen dat gebeurde, klommen er opnieuw allerlei auteurs in de pen en verschenen er allerlei prenten tegen Napoleon. En op één ervan ziet men Napoleon toosten met de duivel.
Napoleon werd gevangen genomen en naar het eiland Sint Helena verbannen. Hier bracht hij zijn laatste levensjaren door en hij overleed er op 5 mei 1821. Dat is volgend jaar precies 200 jaar geleden. Opnieuw verschenen er allerlei gedichten over de dood van Napoleon. En daarin overheerst nog altijd het kritische geluid van de jaren daarvoor. Bilderdijk bijvoorbeeld, die typeerde Napoleon als een tiran. Hij was een tijd lang tot de koning van de aarde verkoren, maar hij was nu een duivel geworden. En God had er persoonlijk voor gezorgd dat hij in de afgrond was gestort, schreef Bilderdijk. Rond 1840 zien we het beeld van Napoleon in Nederland veranderen. De Fransen kregen toen toestemming van de Engelsen om Napoleons stoffelijk overschot over te brengen naar Parijs. En Napoleon kreeg een staatsbegrafenis. Ook in Nederland kreeg die gebeurtenis de nodige aandacht. Het tijdschrift De Vaderlandse Letteroefeningen bijvoorbeeld merkte op: Napoleon wordt tot in het overdrevene toe geprezen en hij is de grote man der 19e eeuw. Zijn dan de slagen van zijn ijzeren schepter over Europa en niet het minst over ons zo rampzalig vaderland reeds vergeten? Wij hopen het niet. En ook de schrijver Nicolaas Beets die verbaasde zich erover dat de geesel van Europa door een nieuw geslacht tot in de wolken toe verheven werd. In plaats van een tiran begon men Napoleon steeds meer te zien als een bijzondere persoonlijkheid, ja, zelfs als een genie. Nou, na 1840 zette dat positieve Napoleonbeeld zich voort in Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Napoleons de plek waar Napoleon overleden was, op Sint Helena, het huis, Longwood House, dat langzaamaan uitgroeide tot een toeristische trekpleister. Sint Helena was een geliefde tussenstop voor zeilschepen die via Kaap de Goede Hoop naar Indië voeren en weer terug. En dat veranderde pas met de opening van het Suezkanaal in 1869. Behalve een verversingsplaats was Sint Helena vooral één ding, namelijk Napoleon. Veel Nederlanders wilden met eigen ogen zien waar Napoleon zijn laatste jaren had gesleten. Behalve Longwood House bezocht men dan ook het graf waar hij tot 1840 had gelegen. En dat Napoleon-toerisme heeft ook zijn sporen nagelaten in Nederland en in de Nederlandse literatuur. Zo blijkt de bekende feministe en schrijfster Mina Kruseman er te zijn geweest op de terugweg vanuit Indië in 1854. Daarover schreef ze in haar herinneringen: 15 december te Sint Helena aangekomen, 16 december te Sint Helena 3 uren over de rotsen door de wolken gereden, Napoleons huis en graf gezien en bloemen geplukt. En ook Multatuli is er geweest. Samen met zijn vrouw bezocht hij Sint Helena toen hij in 1852 met verlof terugkeerde uit Indië. Daarmee ging voor hem echt een droom in vervulling, want sinds zijn jeugd was hij echt een grote fan van Napoleon. Aankomst in opgewonden stemming, noteerde hij, toen hij voet aan land had gezet. Maar eenmaal oog in oog met Longwood House viel het hem bitter tegen. Het gebouw verkeerde in verval. En Multatuli noteerde: Longwood ellendig, een schande. En nadat hij de slaapkamer van Napoleon had gezien, alles vreselijke teleurstelling. Hij was blij toen hij weer aan boord was en door kon reizen naar Nederland. Nou, die teleurstelling is te verklaren uit het feit dat Multatuli zich als jongen aan Napoleon had gespiegeld. Hij schreef: Napoleon was groot toen hij met het hoofd in de hand nadacht en het lot van Europa vaststelde, voor nog iemand voorzien kon hebben dat hij op Europa enige invloed zou kunnen uitoefenen. Hij is groot om dat denkbeeld. Napoleon hervormde Europa niet, zei Multatuli, omdat hij een goede krijgsman of een goede diplomaat was, maar alleen door zijn grootheid van ziel. Hij geloofde, Multatuli dus, dat als er een sterrenkundige nodig was geweest om te bereiken wat Napoleon had gewild, Napoleon de eerste sterrenkundige van zijn tijd zou zijn geweest. Na Multatuli zouden nog veel anderen zich een zeer positieve zin over Napoleon uitlaten. Willem Kloos, de bekende voorman van de Tachtigers, die schreef in 1890 in De Nieuwe Gids dat
Napoleon volgens hem een grotere en meer schoonheid voortbrengende uiting van leven was geweest. Terug naar dominee Sietse Roorda van Eisinga, waarmee ik ben begonnen. Toen hij in 1818 naar Indië reisde en die soldaten hoorde die Napoleon aan het ophemelen waren, was van een gekanteld Napoleonbeeld natuurlijk nog geen sprake. In mei 1819 arriveerde hij in Indië. Daar stierf korte tijd later zijn echtgenote, afgemat door het tropische klimaat. Tot herstel van zijn eigen gezondheid ging hij op reis. En op de Molukken ontmoette hij een 14-jarig meisje met wie hij kort daarop trouwde. Hij was toen 50 jaar oud. Maar Roorda bleef ziekelijk en daarom ging hij met verlof naar Nederland. Daar zou hij nooit aankomen. Onderweg, in april 1829, stierf hij aan boord van het schip voor de kust van Sint Helena. En ook hij vond daar zijn laatste rustplaats. Volgens zijn zoon was er geen groter contrast denkbaar. De dominee, die zijn leven lang had besteed om het evangelie te prediken, zowel in Europa als in Azië, rustte nu naast de overweldiger, wiens enigste doel was om door tomeloze heerszucht en bloedige oorlogen verschillende werelddelen aan zijn zegenkar te kluisteren, zoals hij het beschreef. Die twee uitersten waren nu met elkaar verbonden. En hij schreef: stort vreemdelingen die Sint Helena bezoekt een traan van dankbaarheid op het graf van mijn vader en een traan van medelijden op dat van Napoleon. Misschien dat het Napoleon-toerisme in 2020 wel zal toenemen op Sint Helena als gevolg van de publicatie van Lotte Jensen, het prachtige boek Napoleons nalatenschap. Het zal in ieder geval een stukje makkelijker zijn dan in de 19e eeuw om op Sint Helena te komen, want sinds 2016 is er een vliegveld. Dus wie weet komen er drommen mensen naar Napoleon toe, die dan ook even naar het graf kunnen gaan van Sietse Roorda van Eisinga. Dank u wel. Dankjewel, Rick Honings, voor je mooie verhaal. En deze blik op Sint Helena Airport doet echt verlangen naar een onderzoeksreis naar dit verre oord. Het liefst met alle auteurs die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Om met eigen ogen te zien wat Multatuli zag en wat Mina Kruseman zag. En ook die verschepeling die zo enthousiast Leve Napoleon riep, Roorda van Eisinga. Dankjewel. De volgende spreker is Bart Verheijen. Hij is historicus en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is gepromoveerd in 2017 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op de studie Nederland onder Napoleon, partijstrijd en natievorming tussen 1801 en 1813. Dat is een bijzondere publicatie, omdat die publicatie vergezeld ging van een cd met verzetsliederen tegen Napoleon, die ook in dat tijdvak tot stand zijn gekomen. Bart, ik geef je graag het woord. Dankjewel, Lotte. Dames en heren, op 11 maart 1813, toen Nederland al 3 jaar deel uitmaakte van het Franse Keizerrijk, verwijderde de Franse politie in Leiden 2 opruiende pamfletten van de muur. De originele en de vertalingen werden naar Parijs gestuurd. Het eerste was gericht aan Napoleon en luidde: vervloekt, gedrocht, bloedbeul van Nederlands heldenjeugd, Bezelbub en Satans hellevreugd. Uw plan om Nederlands jeugd in uw val te slepen, door hen de Franse beul Napoleon te wreken, monster, is mislukt, uw valsheid is ontdekt. Maar wacht u als het heir met Engeland hierwaarts trekt. En die laatste zin betekent vrij vertaald: wacht maar tot het leger uit Engeland hierheen komt. Het tweede pamflet was iets korter en had de vorm van een orangistisch rijmpje en luidde: de arend is geplukt, de veren zijn gevlogen,
Prins Willem is op weg, weldra Oranje boven. En het was getekend door Prinsgezind. En de arend uit dit pamfletje verwijst natuurlijk naar het Franse keizerrijk. En hier ziet u de twee pamfletten zoals ik deze aantrof in het Nationaal Archief in Parijs. En ik heb ook een spotprint bijgevoegd waarin een Hollander Napoleon richting de hel trapt, waar de duivel hem ontvangt met open armen. Beide pamfletten bevatten belangrijke elementen die het verzet en de afkeer tegen de Fransen in de laatste jaren van de Franse tijd vormgaven. Orangisme en de haat tegen Napoleon. Deze haat werd ook gekoppeld aan de invoering van de Napoleontische dienstplicht, die na 1810 was ingevoerd in de Hollandse gebieden en veel jonge jongens onttrok aan hun families, bijvoorbeeld toen Napoleon met zijn grote leger naar Rusland marcheerde. Ik zal u vandaag kort iets zeggen over deze verschillende elementen van het anti-Franse gevoel tijdens de jaren 1810 tot 1813, die ook het nationaal besef en het natievormingsproces dat in deze jaren plaatsvond, droeg en stutte. De Napoleontische tijd was namelijk een belangrijke aanjager van het proces van natievorming dat zich in Nederland voltrok aan het begin van de 19e eeuw. Nu is natievorming wel een zeer complex historisch fenomeen, met zowel lokale als nationalere componenten die in elkaar grijpen en die op politieke en culturele wijze zichzelf kunnen uiten en in verschillende vormen en frequenties ook naar voren treden. Maar ik meen toch dat door de Napoleontische tijd te onderzoeken we iets kunnen zeggen over welke invloed Napoleon heeft gehad op de debatten over nationaal besef, nationale identiteit en de soevereiniteit van de natie. Het was namelijk de toenemende en de voelbare Franse reële macht die in deze jaren aanspoorde tot nieuwe reflecties op het vaderland en ook leidde tot een nieuwe invulling van nationaal besef. Op deze slide ziet u trouwens de Nederlandse gebieden, de Nederlandse provinciën, zoals die onderdeel uitmaakten van het grote Franse keizerrijk na 1810. Ik wil twee elementen verder toelichten die in beide pamfletten aan het begin al aan bod kwamen. Ten eerste het anti-Frans of anti-Napoleontische geluid. Dit kende een lange aanloop, maar kwam na 1810 sterk tot uiting rondom de Napoleontische dienstplicht. Deze maatregel was dan ook zeer ingrijpend en gehaat. Ongeveer 30.000 Nederlandse jongens werden in verschillende fases ingelijfd tussen 1810 en 1813. En deze maatregel maakte het verlies aan soevereiniteit wellicht het beste voelbaar. Het protest uitte zich in liedjes, in pamfletjes en in vlugschriften en ook in kleiner en groter straatoproer. Bijvoorbeeld in het voorjaar van 1811 in Amsterdam, waarbij de uittocht van de dienstplichtigen uit de stad leidde tot groot straatoproer, waarbij men ook liedjes zong over de dienstplicht als een vorm van slavernij. Ook richtte de woede zich tegen Napoleon, die getypeerd werd als een monster, als een tiran, als een bloeddorstige bloedbeul die het bloed van jonge Hollandse jongens zou drinken. Wat echter opvalt aan al deze anti-dienstplichtprotesten is dat, hoewel het bijdroeg aan een steeds algemener anti-Frans beeld en gevoel, er geen concreet toekomstideaal werd gekoppeld aan dit verzet. Dat wil zeggen, de afkeer van de annexatie bij het Franse keizerrijk en de afkeer van Napoleon werd dus niet gekoppeld aan een post-Napoleontisch toekomstideaal, waarin Nederland weer vrij zou zijn van het Franse keizerrijk. Dat gebeurde pas in 1813. Dan het tweede element, het orangisme. Orangisme en gehechtheid aan het Huis van Oranje is een opmerkelijke pijler die het natiebesef zou gaan dragen in de Napoleontische tijd. Ook omdat de laatste stadhouder, Willem V, met zijn familie in 1795 tijdens de Bataafse Revolutie in Nederland was ontvlucht. En de band tussen Nederland en het Huis van Oranje was in 1802 bij de Vrede van Amiens formeel doorgesneden.
Toch ging het orangisme een rol spelen in het anti-Franse natiebesef. Het zou een fout zijn om dit orangisme als een eenduidig fenomeen te zien. Er bestonden verschillende varianten, bijvoorbeeld een oud-stadhoudelijk, partijgebonden orangisme dat vooral teruggreep op de strijd van de patriotten tegen de orangisten zoals die gevoerd werd eind 18e eeuw. Ook bestond er een antiquarische variant, dat wil zeggen orangisme waarbij het Huis van Oranje werd beschouwd als een onderdeel van het afgesloten verleden. En dat vooral in literaire beschouwingen op het vaderland doorwerkte. De Oranjes, het Huis van Oranje, werd hierbij gezien als een onderdeel van de geschiedenis van Nederland. Maar het was toch ook uitgesloten dat ooit nog een familielid van Willem van Oranje staatshoofd zou worden van Nederland. Na 1813 kwam er echter een derde variant op van orangisme, die oude partijtegenstellingen kon overstijgen en drager kon worden van een nieuw nationaal onafhankelijkheidsbesef. En die opkomst van dit nieuwe orangisme is een direct gevolg van de verloren veldtocht van Napoleon in Rusland. Voor de eerste keer namelijk wankelde de Napoleontische macht. Napoleon bleek niet onoverwinnelijk. En nadat dit nieuws over het verlies in Rusland ongeveer in de derde week van januari 1813 doorsijpelde, in de Nederlandse gebieden kwam er een nieuwe pamflettenstroom los die de erfprins Willem Frederik, of Willem VI, zoals die genoemd werd, uitriep tot personificatie van de onafhankelijkheid ten opzichte van het Franse keizerrijk. En de directeur van de politie in de Hollandse gebieden, Develier du Terrage, die verantwoordelijk was voor de handhaving van de orde, schreef op dat moment aan Parijs: "Het lijkt erop dat de herinnering aan Oranje wakker is geworden in de harten en de hoofden van het volk." En dit orangisme, deze variant, zou voortaan de afkeer van de Franse macht inkleuren en hoop op een toekomst zonder Napoleon levend houden. De intensiteit van dit verzet fluctueerde nogal. In de laatste maanden van de Napoleontische tijd. En het wil ook niet zeggen dat men constant met oranje vlaggen aan het zwaaien was op straat. Maar het betekent wel dat uitingen van verzet voortaan gekoppeld werden aan de hoop op een nieuwe toekomst gepersonificeerd door Willem VI, de erfprins van Oranje. En hierbij ging het ook niet om de erfprins zelf, want niemand kende hem eigenlijk en niemand wist eigenlijk waar hij uithing. Het ging om hem als symbool van de hoop op nieuwe onafhankelijkheid. En bovendien werd dit symbool sterk genoeg om zowel oud-orangisten als oud-patriotten te verenigen, waardoor dit orangisme een nationaal gedepolitiseerde vorm aannam. En dat is duidelijk te zien in de pamfletten die vanaf februari 1813 verschenen, waarin oude partijstrijden begraven werden en de Fransen echt de gezamenlijke vijand werden. De Bataven, die in deze pamfletten symbool stonden voor de patriotten, streden dan ook in deze pamfletten zij aan zij met de orangisten en met Nassau tegen de Fransen. Samenvattend wil ik dan ook stellen dat pas aan het relatieve einde van de Napoleontische tijd een vast omlijnd nationaal besef ontluikte dat op een concreet beeld van nationale onafhankelijkheid steunde. En van belang is ook dat dit nieuwe natiebesef een definitieve afsluiting betekende van het ancien regime. Er was geen terugkeer meer mogelijk naar oude politieke verhoudingen of het oude orangisme van voor 1795. En Nederland bleef ook een eenheidsstaat. Ook betekende het verdwijnen van de partijstrijd tussen oranjegezinden en hun republikeinse tegenstanders dat men zich achter de personificatie van de onafhankelijkheid zou scharen in de persoon van de erfprins Willem VI, die nu, na december 1813, als constitutioneel koning Willem I de troon besteeg. Vanaf november 1813, nadat de Fransen zich terugtrokken uit de Nederlandse gebieden, kon worden voortbeduurd op deze erfenis. De Franse strijd werd voorgesteld als iets afschuwelijks en werd vergeten, dit nooit meer. De nationalere variant van het orangisme werd actief door de staat verspreid
En de voormalige vrienden en vijanden van Napoleon traden toe tot de nieuwe regering onder Oranje. En dit nieuwe orangisme van eind 1813 zien wij ook in deze variant van het Wilhelmus. En ik wijs u vooral op de laatste vier zinnen waarin staat: het bloed van onze vaderen is niet in ons verfranst. Het huppelt door onze aderen waar het blij oranje glanst. Ik heb dit liedje opgenomen, Lotte zei het al, met een bandje. Als onderdeel van een project om verzetsliederen tegen Napoleon uit deze jaren tot leven te wekken. En daar gaan we nu, als het goed is, een fragment van horen. We mogen helaas niet meezingen in coronatijd. Maar als u thuis wilt zingen, dan kan dat. Want er staan nog 10 andere liedjes op deze website. Liedjes waarin het verzet tegen Napoleon en ook dat hernieuwde orangisme duidelijk naar voren komt. Dank u wel. Dank je wel, Bart. Voor je mooie uiteenzetting over allerlei varianten van het orangisme en hoe die ook eigenlijk het verzet tegen Napoleon de voedingsbodem heeft gelegd voor een nieuw oranje gevoel na 1813. De laatste spreker die ook als auteur heeft bijgedragen aan het boek is Beatrice de Graaf. Zij is hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. En ze publiceerde in 2018 het veelgeprezen Tegen de Terreur, hoe Europa veilig werd na Napoleon. En recent is daarvan ook een Engelse vertaling verschenen bij Cambridge University Press onder de titel Fighting Terror After Napoleon. En we schakelen nu live over naar Beatrice de Graaf. Als je ons vraagt naar Napoleon. Maar ik vermoed dat in de jaren direct na het einde van de Franse tijd, en ook in de decennia zelfs daar nog na, dat er een andere nalatenschap was. En die wil ik hier ook nog beklemtonen. Ik ben nu als laatste, dus het is een beetje vervelend om het feestje te verpesten, maar het gaat toch echt over terreur. Wat u hier ziet is de terreur in woorden. De terreur van de Fransen die op de terugtocht in 1813 tekeer gingen met kreten als massacre, pillage, plunder, moord, hebben zij 26 mensen van het kleine dorpje Woerden omgebracht, vermoord. En ik krijg door dat ik nu te horen ben. Goed, hebben zij de mensen omgebracht in Woerden. En dit is een van de voorbeelden die zich heeft ingegrift in het Nederlandse publieke geheugen over de terreur van Napoleon. En dat begrip terreur, daar wil ik nu even over doorgaan. Want
in onze tijd is het helaas een geheel ingeburgerd begrip geworden. Terreur en terrorisme. En als ik u deze plaat laat zien en zeg dit is Franse terreur, knikt u instemmend. Terreur, dat is iets waar wij inmiddels mee bekend zijn. Toch is de term terreur als term die gebruikt wordt voor statelijk geweld, staatsterreur of voor terrorisme, hè, niet statelijk geweld. Dat is een term die precies in deze periode mede dankzij Napoleon is opgekomen. Tot in de 18e eeuw was terreur in het Frans, terror in het Duits, ook wel in het Nederlands, schrik, werd het gebruikt om in de woorden van Ronald Schechter, die hier ook een heel mooi boek over heeft geschreven, werd het gebruikt om de mensen de schrik van God aan te jagen. De terreur, de vrezen des Heren. En dat was eigenlijk iets ook wel positiefs. Het ging erom dat de goddelijke macht kon ingrijpen in levens van mensen en de mensen bepaalden bij wie ze waren. En vorsten hadden een van God afgeleide macht en konden ook hun onderdanen schrik injagen. En dat was goddelijke terreur. En je kon blij zijn als je in een land leefde waar jouw vorst in staat was de geestel, de terreur van zijn vijanden te zijn. Maar met de Franse Revolutie en de Napoleontische oorlogen, want eigenlijk is Napoleon natuurlijk degene geweest die de Franse Revolutie heeft geëxporteerd. Hij heeft ervoor gezorgd dat elders in de rest van Europa, in de rest van de wereld, men wist wat terreur was. Met die Franse Revolutie, met het regime van de terreur van Robespierre, met de Napoleontische oorlogen, kreeg het terreur een seculiere betekenis. Het was terreur van de staat. En hoe kwam het nou dat die terreur van de staat naar elders ging? Ik probeer even mijn volgende slide te pakken. Dat had ermee te maken dat Napoleon te lang doorging met oorlog voeren, met terreur uitoefenen. 1814 werd hij verslagen, maar hij kwam weer terug. En het gevolg van Napoleons terugkomst was, de 100 dagen, dat de geallieerden Frankrijk niet weer zelf aan de wederopbouw overlieten, maar ze gingen Frankrijk bezetten. Dus Europa in 1815 zag er zo uit. U ziet op het kaartje de kleurtjes waar allerlei mogendheden een bezettingsmacht hadden ingericht. Dus net als in Duitsland na 1945, ongeveer net als, was Frankrijk na 1815 door een geallieerde coalitie bezet. Pruisen, Groot-Brittannië, Oostenrijk en Rusland deelden de lakens uit. Kleinere landen deden ook mee. Nederland zat bijvoorbeeld bij de Britse bezettingsmacht in. Nou, wat heeft dat nou met die Franse terreur te maken? Nou, de terreur is op twee manieren in de nalatenschap van Europa en ook van Nederland terechtgekomen. Terreur is aan de ene kant die schrik, die geesel van Napoleon, waar Bart Verheyen ook zo mooi over vertelde. Dat is in ons DNA gaan zitten. En dat mocht nooit meer gebeuren. De rode terreur van de revolutie, de Napoleontische terreur van de Grande Armée, de Jacobijnse terreur, dat mocht nooit meer gebeuren. Dus het is in negatieve zin, ex negativo, in ons DNA gaan zitten. Het is ook in ons DNA gaan zitten als argument, als drijfveer, om als landen gezamenlijk, om als staten individueel een regime op te tuigen van nationale terreurbestrijding. Dus terreur en contra-terreur zijn dankzij Napoleon in ons DNA gegrift. En dat heeft er ook mee te maken dat er vlak nadat Napoleon was verslagen, ten tijde van die eerste bezetting, een eerste moordaanslag plaatsvond die je misschien wel zou kunnen gelden als de eerste Europese terreuraanslag. Deed zich voort in Parijs. En het is een aanslag waar heel veel over geschreven is geweest, die nooit helemaal goed is uitgezocht. Ik ben er voor mijn eigen boek ingedoken. Was ook al eerder sporen daarvan tegengekomen en heb dat in het hoofdstuk voor Lotte ook nog verder uitgewerkt. Maar wie u ziet links is de hertog van Wellington, de ijzeren hertog, de nemesis van Napoleon. Hij heeft Napoleon ten val gebracht. Hij was opperbevelhebber van de laatste geallieerde coalitie, de zevende coalitie. Hij was ook ambassadeur van Engeland een tijdje lang. Hij werd door allerlei landen, ook door Nederland, geëerd. Hij was de prins van Waterloo en hij troonde, zo zou je toch wel kunnen zeggen, hij troonde in dit paleis, een stadspaleis aan de Rue de Faubourg, Hotel de Charros, dat is de Britse ambassade, daar troonde hij. En omdat hij het hoofd van die bezettingsmacht was, dat de Fransen eigenlijk weer wilden heropvoeden en de terreur wilden uitroeien, kreeg hij te maken met een aanslag tegen zijn lijf en leden. Op de avond van carnaval, februari 1818, 21 februari, werd hij opgewacht bij de poort van zijn stadspaleis en twee mannen schoten op hem. Maar ze misten. Maar dat werd niet meteen bekend. Het was nog niet de tijd van Twitter. Het was een andere tijd. En een aantal mensen dachten dat de aanslag raak was geweest.
Dus binnen een paar uur was het tot in alle uithoeken van Frankrijk en zelfs al in België het nieuws: de hertog van Wellington is geveld. Vive la révolution. We gaan opnieuw de straten op. Ik zal zo meteen laten zien hoe dat kon, dat men dit zo snel wist. Deze terreuraanslag leidde tot een nog grotere versnelde geallieerde activiteit. Ze zaten dus al met hun soldaten in Frankrijk. Er was een troepenmacht van 1,5 miljoen geallieerde soldaten. Werd in de loop der tijd teruggebracht naar ongeveer 150.000, 200.000 soldaten. Die waren in Frankrijk gestationeerd. Die hielden een gebied van 2/3 van Frankrijk bezet. En waarom? Om de Franse terreur voor eens en voor altijd uit te roeien. Dit was daar nu juist een voorbeeld van. En waarom heeft dat nou met Nederland te maken? Hoe raakt dat nou Nederland? Nou, de radicalisering had in Nederland plaatsgevonden. Brandhaard Brussel. Want wat was er aan de hand in Nederland? Nederland was een van de weinige plaatsen in Europa waar, u kunt het al vermoeden, vrijheid van meningsuiting gold. Dus allerlei Franse ballingen, revolutionaire exilanten, bonapartisten, waren naar Brussel gestroomd. Overigens was Krakau in Polen ook zo'n vrijplaats. Brussel was een brandhaard. In de woorden van de Duke of Wellington was het een nest van terreur. Een vrijhaven van libel en slander. Van smaad en laster. En daar zaten de boosdoeners, Cantillon en Marinette. Zij werden opgepakt. Zij waren met hun vrouwen verantwoordelijk voor het uitgeven van een blaadje, Le Nain Jaune, met een aantal andere mensen, Cochon le Maire en nog een aantal mensen, wie je namelijk nu niet zal noemen. Maar in Brussel, vanwege die vrijheid van meningsuiting, werd er dus een Charlie Hebdo avant la lettre uitgegeven, met allerlei smaad- en spotschriften en karikaturen jegens de machthebbers van die tijd. En in bijna alle landen van Europa was het verboden, was het een misdaad om je vorst of je koning belachelijk te maken, maar niet in Nederland, en daarom gebeurde het daar. En de aanslag op Wellington was een argument bijna voor de geallieerden om Nederland binnen te vallen. Metternich met name, de Prince of Darkness zou je kunnen zeggen, de reactionaire vorst van de kanselier van Oostenrijk, die zei: we moeten nu een einde maken aan dat nest Brussel. En toen heeft Wellington, die toch zelf het doelwit was van die aanslag, gezegd: nee, dat niet. Want hij kwam uit Engeland en daar wist men ook wat de vrijheid van meningsuiting was. Maar wat gebeurde er dan? Nou, heel simpel. Ze keken naar wat Napoleon had gedaan. Hoe was Napoleon omgegaan met andersdenkenden? Rechts ziet u, daar is iets misgegaan. Links ziet u niet Justus van Groene, maar Joseph Fouché. Rechts is Justus van Groene, midden is Cornelis van Manen. Links is Joseph Fouché, de man met de spitse neus en de kille oogjes. Dat was de minister van de politie van Napoleon. En wat had hij bedacht? Een haute police, een hoge politie. Dat waren de politieagenten die zich niet bezighielden met ordinaire criminelen, maar met misdrijven tegen de staat, tegen Napoleon, tegen het regime. Het was ook de man die bedacht hoe je een inlichtingendienst opbouwde. Een moderne inlichtingendienst die direct inlichtingen verzamelde, rapporteerde aan de minister en aan de keizer. Nou, die Fouché werd in actie gebracht, in stelling gebracht. Hij heeft de geallieerden in Frankrijk geleerd. Justus van Groene was een Pruis, hoofd van Europol zou je kunnen zeggen, de eerste Europese geheime dienst. Die werkte weer samen met de Nederlandse minister van Justitie, Cornelis van Manen, en zijn procureur-generaal. Zij hebben met elkaar een netwerk van informanten in stelling gebracht, zodat je niet de vrijheid van meningsuiting hoefde te beperken in Nederland, maar dat je wel overal je spionnen kon uitzenden om in de gaten te krijgen, te inventariseren waar de terreur vandaan kwam. Wat waren hun methoden? Heel modern. Ze hadden hele snelle communicatiemiddelen. Daarom wisten ze binnen een paar uur wat er was gebeurd, waar Cantillon en Marinette uithingen. Dat waren de optische telegrafen, de semaforen, die nog door Napoleon waren geïnstalleerd. Ook hier Napoleontische nalatenschap. Rechts zag je een paspoort. Dat een paspoort, dat was waarop je naam stond, wie je was, of je zuiver op de graad was. Ook een vondst van Napoleon. Verder werden er zwarte lijsten gemaakt, verbanningen, ook allemaal instrumenten van de haute police die door Napoleon waren uitgevonden. En dat brengt mij tot mijn einde. Wat hebben we aan Napoleon te danken? Het begrip terreur als een nieuwe categorie, als een categorie van nationale dreiging tot ver over de Franse staatsgrenzen heen. Het werd ook in Nederland, in Engeland, in Rusland en Pruisen een categorie waarin de hoofden, de vorsten, gekroonde hoofden van Europa, elkaar ook vonden in een heilige alliantie tegen terreur. Het werd ook beschouwd in die dubbele functie die we vandaag de dag nog steeds kennen. Als staatsterreur met guillotines
en als dreiging van niet-statelijk terrorisme, opstandigheid tegen de zittende macht. En hoe bestreed je dat? Niet alleen met legers, niet alleen met wetten, maar ook met slimme politiemethodes, justitiële methodes, spionnen, informanten en allerlei maatregelen zoals censuur en verbanning. Ik eindig hiermee. Het begrip van terreur is in 1789, de grote angst voor de revolutie, geactiveerd. Het is door Napoleon geëxporteerd. Het is in de Nederlandse publieke herinnering blijven hangen. U ziet hier een boek van W.G. van der Hulst, van Hollandse jongens in Franse tijd, waarin ook over de terreur tegen Woerden wordt gesproken. En vandaag de dag zou je kunnen zeggen, zijn de NCTV, de Nationale Politie, de Recherche, de AIVD, erfgenamen van de Napoleontische nalatenschap in de strijd tegen terreur. Dank u wel. Hartelijk dank, Beatrice, voor je mooie verhaal en ook op allerlei manieren weer heel overtuigend wat Napoleon ons allemaal heeft nagelaten. Ik hoop dat iedereen die meekijkt heeft kunnen proeven aan de verscheidenheid aan vormen van nalatenschap van Napoleon. En wie meer wil weten, kan natuurlijk te raden gaan bij het boek dat we daarover gemaakt hebben. En we naderen het moment suprême, waarin we het symbolische eerste exemplaar gaan overhandigen aan Philip Freriks. Ik leid het even kort in nog hoe het boek is ontstaan. Het is voortgekomen uit een idee van Patrick Boeg, groot Napoleon-verzamelaar, liefhebber ook van Napoleon. Hij was degene die het plan opvatte om de 200ste sterfdag van Napoleon groots te gaan vieren met een tentoonstelling en een boek. De tentoonstelling is er helaas niet gekomen vanwege de coronacrisis. Zat al ver in de stijgers, ging niet door. Wat er wel is, is het boek. En dat is er dus ook ver voor de troepen uit. De Fransen moeten nog gaan beginnen met de voorbereidingen. Maar wij hebben nu al een hommage aan die nalatenschap hier liggen. Ik noem even kort de mensen die hebben bijgedragen aan het boek. Dat zijn Roy de Beunje, Anja Krabbe, Toon Bos, Patrick Boeg, Jos Gabriels, Beatrice de Graaf, Rick Honings, Johan Jor, Elsbeth Kwant, Fons Meijer, Johan Termolen, Ben Schoenmaker, John Sillevis, Louis Sloos, Barend-Jan van Spaandijk en Bart Verheijen. Ik wil nog even kort de uitgever bedanken, Haye van Koningsveld. En een speciaal woord van dank aan Ellen Mos en opnieuw Johan Termolen die me bij de redactie terzijde hebben gestaan. En dan nu, le moment suprême. We gaan het eerste exemplaar, nou ja, het 300.000ste en eerste boek over Napoleon overhandigen aan Philip Freriks. Daar is een speciale reden voor. Hij is natuurlijk bekend als journalist, columnist, televisiepresentator, maar in onze ogen vooral groot Frankrijk-deskundige. Ik ben zelf eigenlijk om een andere reden een liefhebber geweest van het groot dicté der Nederlandse taal. En het had zomaar zo kunnen lopen dat het groot dicté der Franse taal was geworden als Napoleon bij Waterloo niet verslagen was. En ook dat is een reden om het aan Philip Freriks te willen overhandigen. Er is nog de allerbelangrijkste reden ga ik nu noemen. Dat is dat hij een keer bekend heeft dat hij de enige Nederlander is die de keizer zelf ontmoet heeft. Dat is een soort cliffhanger. Nu ga ik het boek overhandigen op coronaproefwijze. Beste Philip, hartelijk dank dat je het boek in ontvangst wil nemen. Hier is het eerste exemplaar, daar staat jouw exemplaar. En ik hoop dat je er veel genoegen aan zult beleven. Nou, hartelijk dank. Ik ben zeer vereerd en ik heb eerlijk gezegd het boek al een beetje kunnen doorbladeren. Ik heb zelfs zo heel snel wat dingen doorgelezen. Een paar hoofdstukjes zo hapsnap. En het is een ontzettend mooi boek. Het is prachtig uitgegeven, schitterende illustraties in kleur. Het zijn interessante verhalen, maar interessant, dat klinkt zo van ja, interessant. Dat klinkt als saai. Dat is het dus helemaal niet. Het is met veel plezier geschreven. Dus het is een heerlijk boek waar allerlei dingen in staan die ik niet wist.
zijn, schrijf je ergens, Lotte, in de inleiding, inmiddels 300.000 boeken verschenen over Napoleon. Dit is dus inderdaad 300.000 nummer 1. Maar ja, daar staan dus allemaal dingen in. Ik heb die 300.000 boeken niet gelezen. Dus er staan hier allerlei dingen in. En dat gaat dan met name ook over Nederland. Die buitengewoon lezenswaardig zijn. Dus prachtig boek. Ik zou bijna zeggen een collectors item. En aanschaffen dus. Nu Napoleon. Ja, de Freriksen, die hebben iets met Napoleon. Die kogels die jij net liet zien, Lotte, die zijn misschien wel afgeschoten door mijn oudouder, dat is dus nog voor bedovergrootvader, door mijn oudouder Gerrit-Jan Freriks. Gerrit-Jan Freriks was een flanqueur. Dat was een soort commando, zeg maar. En hij heeft dus gevochten in Waterloo. En hij heeft misschien wel, stel ik mij zo voor, oog in oog gestaan met de keizer. Bovendien, als het goed is, maakte hij deel uit van de bezettingstroepen die vervolgens naar Parijs zijn gegaan. En ik weet waar die Nederlandse bezettingstroepen gelegerd waren. Dat was namelijk in een stukje van het Bois de Boulogne. En het toeval wil dat ik, toen ik in Parijs kwam wonen, precies daar aan het Bois de Boulogne in een kamer terecht kwam. Dus Gerrit-Jan Freriks, mijn oudouder, die heeft als het ware onder mijn raam gekampeerd. En inderdaad, ikzelf ben waarschijnlijk de enige in dit hele gezelschap die de keizer ooit heeft ontmoet. En ik kan dat precies dateren, dat was in het najaar van 1971. Hij heeft mij toen in audiëntie ontvangen. Op een tweekamerfletje in Boulogne-Billancourt, vlak tegenover de voormalige Renault-fabriek. Een arbeiderswijk dus, maar een prima plek om in alle discretie een gevallen keizer te zijn. Zijn keizerlijke majesteit had mij zelfs uitgenodigd voor de lunch. Ik zal u vertellen hoe dat is gegaan. Op het afgesproken tijdstip belde ik aan en een dienstertje, gekleed als een soubrette, deed open. Later bedacht ik me dat zij wel eens zijn Josephine zou kunnen zijn geweest. Hoe dan ook, ze ging me voor naar een eenvoudig vertrek, meubels in empire-stijl, uiteraard. Er was voor twee personen gedekt, uitgebreid, keizerlijk zou ik bijna zeggen. Zijn de keizerlijke majesteit liet me een paar minuten antichambreren, zoals het in Frankrijk de gewoonte is bij personen die graag laten blijken dat ze niet van de straat zijn. Toen ik binnenkwam, dacht ik, opvallend kwiek voor iemand van zo hoge leeftijd. Bon pied, bon oeil. Aan tafel vertelde hij 100 uit over vroeger, Corsica. Zijn vlucht naar de stormachtige confrontatie met de Babu Dia Patria, Pascal Paoli. Italië, de veldslag. Ooit vervat in een film die hem zeer dierbaar was. En hoe mooi zou het niet zijn als hij nog eenmaal een glorieuze intrede zou kunnen maken in zijn vroegere departement Les Bouches de la Meuse, of Les Bouches du Rhin, daar wil ik even vanaf zijn, met Rotterdam, waar hij immers verwacht werd op het filmfestival. Dat zou ik voor hem gaan regelen, n'est-ce pas? Hij zag de juichende menigte al voor zich. De keizer sprak steeds met grotere gebaren en zo beeldend dat ik de Grande Armée naast de tafel zag defileren en manoeuvreren. Plotseling steeg hij op, gooide zijn servet op tafel en griste van achter de deur een kledingstuk. In een snelle beweging hees hij zich in een grijsblauwe jas, plantte een zwarte steek met kokarde op zijn hoofd en stak zijn hand karakteristiek tussen de jaspanden. De blik in oneindige verte, alsof ik er helemaal niet meer was. De kaken strak op elkaar. En plotseling klonk er een luid, soldaat! Op hetzelfde moment zwaaide de deur open en kwam het dienstertje met het volgende gerecht binnen. De keizer draaide zich geërgerd om, spare me man! Siste hij het dienstertje toe en ze maakte zich geschrokken uit de voeten.
Mijn gastheer hernam zich. Soldaat, loeide hij weer. Soldaat, vous êtes nu, mal nourri. Le gouvernement vous doit beaucoup. Il ne peut rien vous donner. Uw geduld, de moed die gij toont, zijn bewonderenswaardig, maar verschaffen geen roem. Geen enkele schittering weerspiegelt zich in u. Maar ik zal u naar de vruchtbaarste landerijen van de wereld brengen. Rijke provincies, grote steden, zult geen uw macht hebben. Ge zult er eer, roem en rijkdom vinden. Soldat d'Italie, manqueriez-vous de courage et de constance? En nu had er natuurlijk een massaal vive l'empereur moeten opklinken. Maar het bleef de eeuwigheid van enkele seconden doodstil. Ik hoorde ergens een klokje tikken. Buiten klonk het karakteristieke pampon, pampon van een passerend politiebusje. Brusk draaide de keizer zich om alsof hij zijn paard wende. Hij verdween via de deur uit beeld. Weg van een onzichtbare camera die ogenschijnlijk midden in de kamer stond. Hij kwam terug in burgerkleding. De keizer zeeg neer op een stoel. C'était pendant la campagne d'Italie, zei hij afwezig. Het klonk weemoedig, droevig bijna. Er sprak een diep verlangen uit naar kruid en glorie, camera en sterrendom. Naar zijn verloren jeugd. De keizer ging door het leven als Albert Dieudonné. Volgens de papieren, geboren in 1889, het jaar dat ook de Eiffeltoren werd ingewijd. Vanaf 1908 duikt hij op als beginnend filmacteur in de beginnende filmindustrie. De enige rol die hem ooit werd toebedeeld, ik moet zeggen de enige grote rol die hem ooit werd toebedeeld, was bepalend voor de rest van zijn leven. De rol van Napoleon in de gelijknamige film van Abel Gance, jaren 20, stomme film. Een cinematografisch wonder in die tijd. En een enorm succes. Opgenomen op locatie, wat in die tijd ongekend was. Albert Dieudonné had dus de hoofdrol. Niet dat hij nou een van God gegeven acteur was, maar de gelijkenis met Bonaparte maakte veel goed. Er was gefilmd in Ajaccio, de geboorteplek van de keizer, zoals u allemaal weet. Het had het hele stadje op stelten gezet. Niemand in die verre provincie had er ooit een filmploeg met vedetten uit Parijs gezien. Het was een overweldigende gebeurtenis. De hele bevolking was uitgelopen om de keizer, het zo roemrijke enfant du pays, toe te juichen. Met een vive l'empereur dat hartstochtelijker klonk dan waar dan ook. Alsof hij het echt was. In vol ornaat had hij op het balkon van het stadhuis moeten verschijnen. Op uitdrukkelijk verzoek van de autoriteiten om incidenten te voorkomen. De aanhankelijkheid in goede banen te leiden. Als om een herhaling van les 100 jours te voorkomen. Het jaar erop wonnen de Bonapartisten de gemeenteraadsverkiezingen in Ajaccio met overmacht. Naar men zegt was Albert Dieudonné sinds die opname in Ajaccio steeds meer in zijn lotsbestemming als keizer gaan geloven. Aanvankelijk had hij nog geprobeerd om het over een andere boeg te gooien met een rol in een gezellige komedie, maar het was inmiddels te laat. Het publiek zag de comediant niet, maar zag alleen de keizer. En met de keizer viel er weinig te lachen. Napoleon had geheel en al bezit van hem genomen. Voortaan leefde hij voor hem en door hem, schreef over hem en gaf lezingen in het hele land waarbij hij steeds meer de gedaante van de keizer aannam. Steeds luider de troepen commandeerde. Na verloop van tijd was hij Napoleon. Toen hij in 1976 stierf, 5 jaar na onze ontmoeting, liet hij zich begraven in de kleren van zijn alter ego.
Hij werd met bescheiden ceremonieel ter aarde besteld in het dorpje Courset, aan de oevers van de Indre, zoals zijn grote voorbeeld overeenkomstig zijn laatste wil in een graf op steenworp afstand van de Seine was bijgezet. Toen zijn Josephine me uitliet, begreep ik dat Boulogne-Billancourt deze keizers Sint Helena was. Dank u wel. Hartelijk dank, Philip, voor je heel inspirerende verhaal. Merci beaucoup et vive l'empereur. En ik dank de sprekers van vandaag hartelijk. Rick Honings, Bart Verheijen, Beatrice de Graaf. En natuurlijk ook het hele team hier van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen voor de gastvrijheid en de digitale ondersteuning. En merci beaucoup à tous en op de keizer. En daarmee is deze bijeenkomst tot een feestelijk einde gekomen. Hartelijk dank voor het kijken.